deze nieuwe video aan post daar. Echt, het was echt gisteren een superleuke dag. We hebben heel veel natuurlijk ook gefilmd. Heel veel stukjes die erin zaten dat ik echt om moet lachen, want ik kijk mijn vlogs natuurlijk ook zelf. Maar het was echt gisteren leuk. Dus ik heb er echt van genoten om zo echt leuke dingen te kunnen doen, pizza te maken. Die pizza video staat nu al op TikTok. Als jullie deze video zien, heb je ook de video al gezien van hoe ik pizza maak. En ik vind het echt super leuk om te zien dat er eigenlijk zoiets moois kan ontstaan. Eigenlijk de vriendschap en zo, dat vind ik echt super. Als die langskomen, dan is echt altijd een heel goed gevoel. En het voelt echt of je kent je al jaren. Dus dat is echt heel tof. Dus ik ga straks nog in het zwembad. Sowieso, want het is echt heel warm. Daar is Muffin trouwens, die heb ik buiten gestoken. Omdat het denk ik buiten minder warm is dan binnen. Dat is iedere keer door die koepel. Kun je niet veel tegen doen natuurlijk, ja. Het is vandaag ook de nationale feestdag, dus... Maar ja, er is niet veel te doen. Kijk, het is 27 graden momenteel. Dus het is hier wel heet. Momenteel, weet niet hoe warm het buiten is momenteel, maar... Ja, ik probeer toch altijd heel goed te zorgen voor mijn beestjes. De andere konijn zit hier nog binnen. Ja, die koos er zelf voor om niet naar buiten te gaan. Dus ik ga ook niet dwingen. Maar we hebben ook nog iets nieuws. Iets heel lekkers. Dit is een mango. Ik heb het gisteren wel eventjes moeten vragen. Omdat ik het al wil weten. Het is een mango. Dus die ga ik ook nog even zien of dat we die kunnen... Dat we die moeten schillen, dan snijden. Volgens de informatie die ik erover gevonden had, zei die persoon dat er een pit zou inzitten. Dus ja, we gaan het zien als we hem gaan doen. Dus ik zal hem eventjes... We beginnen al met schillen. Waar hebben we hier een mesje? Ja, ze schuift het een beetje vol, mensen. Daarom is dat veel verschillende bestekjes die je al weet, zo voor en zo te kunnen eten. Ik gebruik dat ook het meestal, omdat dat dan boven ligt. Dus ik denk dat we dat zo moeten schillen. Dus ik ga dat gewoon zo doen. We zien het wel. Hopelijk blijven jullie staan. Hé, hey, lieve toppertjes allemaal. Deze gaan we eens proeven. Dus ik ga die gewoon zo schillen. Ik denk dat dat de bedoeling is. Ik weet dat niet. Of snijden. Ik weet het niet. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dus dat is de vraag. Maar dat maakt het leuk. Of we moeten die zo opensnijden. We gaan die gewoon opensnijden. Ik wil die gewoon proeven. Ik weet niet wat er gaat gebeuren of zo, misschien. Maar ik kan het wel proeven, dus gaan we dat ook gewoon doen. Hè. Iemand, ik ga gewoon lachen mensen met deze video. Hoe snij je dat ding open? Ik moet zien dat jullie niet vallen. Ik wil die gewoon proeven. Allee. Misschien moeten we die toch gewoon schillen. Dat je even blijven staan. Ja. Speciaal. Maar wel. Het gaat wel.
Hopelijk is dat geen vitamine van de appelsien, want dat is heel ziek. Maar dat is wel lekker. Ik weet nog dat ik kamp de maskers laten zien. En deze masker schoot boven. Dus ik dacht, ik ga deze nog eens een keer proberen. Plus een badje nemen. Dus dat je dat tieners oplicht, dat is gemakkelijker. Dus ben ik benieuwd hoe het gaat komen. En zo'n ding allemaal. Zo, het masker ligt erop. Zou jullie kunnen zien. Het is heel speciaal eigenlijk. Ik zie er echt zo mannelijk uit eigenlijk. Hè. Ik vind het echt mooi. Er is ook nog een onderstuk van. Maar dat krijg ik hier voor geen meter op. Ik ga het nog één keer proberen en dan kunnen jullie het resultaat zien. Het zal er zo moeten uitzien. Maar het ziet er helemaal niet uit hoe dat het er moet uitzien, vind ik persoonlijk. Het zal er zo moeten uitzien, maar... Ja, ik heb natuurlijk ook maar een kleine kop, dus misschien is het daarmee. Maar ik vind het wel grappig. Het ziet er echt totaal niet uit. Maar ik heb, ik zeg het, ik heb mijn kleine kop. Maar ik vind het wel mooi. Dus ik ga er nu van genieten. Vond je dit een leuke video? Zeg het duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.